Henk Vreeser, afgelopen vrijdag 3 punten bij AZ uit. Zie je nog verbeterpunten naar aanleiding van die wedstrijd? Nou, als je puur sec naar de wedstrijd AZ kijkt, dan daar waar ik in een aantal wedstrijden kritisch was op de verdedigers, vind ik dat we nu kritisch mochten zijn op de aanvallers. Ik denk dat we voor rust op zijn minst 0-2 en eigenlijk misschien wel 0-3 voor hadden moeten staan. Dus dat was nogmaals wel een punt van kritiek, omdat dat vonden zij gelukkig ook. Maar ik denk dat dan in het algemeen men al anders naar deze wedstrijd had gekeken. Nu zegt men al heel snel AZ was slecht. Ja, ik denk dat wij het beter hadden kunnen invullen. Ik vind ons de terechte winnaar. En dat had gedeeltelijk wel te maken met wat AZ er tegenover kon stellen. Maar ik vind ook weer een wedstrijd dat we veel meer uit hadden kunnen halen. Willem 2, 3 wedstrijden op rij ongeslagen. Is een ploeg extra gevaarlijk die in de winning mood is? Nou ja, kijk, je kent de spelopvatting van Jurgen Streppel. Dat is een trainer die heel graag zijn ploeg wil laten voetballen. Zeker aanvallend denkt. Dus dat is wel heel mooi om te zien. Voor ons is het natuurlijk heel lastig te bespelen. Aan de andere kant weet je ook dat een ploeg is die vooruit wil. En dus dat geeft automatisch ook meer ruimte aan ons. En niet dat wij per definitie steeds het spel moeten maken. Want dat is nog steeds een verbeterpunt bij ons. Dus ik verwacht wel een wedstrijd wat heel zwaar zal worden. Ik denk dat de ploegen gelijkwaardig aan elkaar zijn op dit moment. Maar wel een hele mooie uitdaging ook weer. Omdat, nogmaals, ik denk dat ook wij de laatste weken, ondanks dat je dat liever uitgedrukt ziet in overwinningen, maar tot nu toe volgens mij 1 wedstrijd verloren hebben in de laatste wedstrijden. En nog vrij ongelukkig ook. Dus dat zegt wel wat ook over onze kracht. Gezien de posities van beide ploegen op de ranglijst, maakt dat voor jullie dit duel de belangrijkste van de afgelopen weken? Nou ja, kijk, alle tegenstanders waar we ons aan kunnen meten op dit moment, daar hebben we te veel punten tegen laten liggen. En wij zullen er alles aan moeten doen om dat te voorkomen tegen deze ploeg. En zeker nu zij in de winning moet zijn, zal het, nogmaals wat ik net al zei, een iets grotere uitdaging zijn. Maar ik verwacht op zich wel een goede wedstrijd, een mooie wedstrijd, omdat van beide kanten zullen we trachten te voetballen. Mike Havenaar viel geblesseerd uit tegen AZ. Hoe gaat het nu met hem? Ja, die heeft nog steeds heel veel pijn. Maar ja, goed, ik denk dat we allemaal wel eens ribben gekneusd hebben. En in dit geval zitten er wat fractuurtjes in. Dus dat is behoorlijk pijnlijk. En dat zie je ook wel aan zijn bewegen. Dat gaat heel moeizaam. Hij heeft behoorlijk veel pijn. Maar is hier gewoon op de club en laat zich behandelen. Doet de zaken die hij wel kan doen. Dus wat dat betreft, hij wilde eigenlijk spelen 2 dagen geleden. Maar ja, gisteren had hij een beetje een terugslag. En dan merk je dat het wel een behoorlijke blessure is. Heb je al gedachten wie zijn vervanger zal zijn zaterdag? Nou ja, kijk, het meest logische is natuurlijk Gio Korte. Die heeft het in Jong zeker wel aardig gedaan. Maar we hebben ook een aantal dingen uitgeprobeerd. Dus daar ben ik nog niet helemaal uit. Maar het meest logische zou zijn wel Gio Korte.